ding is, jullie hebben alle tien een ander voorwerp uit Patrick zijn leven. En we gaan hier eigenlijk op deze tafel nu een soort reconstructie maken van het leven van Patrick. Ja, we zagen 10 mensen rond een tafel, elk met een VR-bril op het hoofd. En dat was de première van een artistiek project rond de figuur van Patrick. Via de bril krijgen de deelnemers een animatiefilm te zien over het leven van die Patrick en ondertussen worden allerlei zintuigen geprikkeld. Een bijzondere performance met ook een bijzondere titel. 3 geraniums op een vensterbank. Deze 10 mensen stappen letterlijk dankzij de VR-bril binnen in de 3D-wereld van Patrick. Zijn vrouw is er vandoor, hij is zijn werk kwijt en zit alleen thuis met een aantal aparte gewoontes. Lasagne, een kant-en-klare maaltijd, eenvoudig klaar te maken in een oven. Patrick's vaste kost sinds Martin bij hem weg is. Als kind praatte hij tegen de geraniums van zijn vader, die hem hiervoor berispte. Hij kon beter wat normaal doen. Tegenwoordig voert Patrick al zijn dialogen met zijn geraniums inwendig. En dan springen in de bloempot bij de geraniums. Hoe dat hij eigenlijk zijn dagelijkse routine doet. Hoe dat hij eigenlijk wat vastzit in die routine. Van de tv naar de koelkast naar de oven. Maar om duur zit hij daar zo in vast dat hij moet losbreken. Dat eigenlijk de banaliteit hem eronder door laat gaan. Patrick gaat op reis in zijn hoofd en vaart rond op een rivier van lasagne. Op zoek naar allerlei aspecten van zichzelf. De deelnemers kunnen hem overal volgen. Maar de ervaring via de speciale bril is niet de enige van de avond. Onaangekondigd krijgt de film ondersteuning van Opera. Dat is echt een super speciaal gevoel eigenlijk. Want ik ga ook rond de tafel, dus mensen horen mij echt passeren. Maar ze zien mij niet en dat heeft iets heel intiem op een heel speciale manier. En dat is nog niet alles. Ook geur en smaak worden geprikkeld. Op een bepaald moment komt er ook, terwijl de mensen op een lasagne-rivier varen eigenlijk, en lasagne binnen in de ruimte, en dan vult de ruimte zich met die geur. En het fijne daaraan is ook dat ze achteraf een stukje lasagne kunnen eten en dat er gewoon nagepraat kan worden. Ja, hoor. Ja.